Goedemiddag, het is nog steeds 12 februari 2013. Dictator Frans Timmermans treitert Noord-Korea. En dat weet Noord-Korea ook. Als ik één trouwe kijker heb van mijn video's, dan is dat Noord-Korea. Ik moet toegeven dat ik wel hoopte dat ik enige positieve impact zou hebben. En misschien heb ik dat ook wel, alleen dat kan ik niet zien. Ik weet wel ongeveer waar Noord-Korea mee bezig is. En dat is iets wat het internationaal strafhof, de VN, de EU en de dictatoren in Europa, Rusland, China en dergelijke nooit zullen toegeven. Noord-Korea weet dat het internationaal strafhof mei 22 augustus 2012 een brief heeft geschreven waarmee zij bewijst dat ze weigert het statuut van Rome uit te voeren en weigert onderzoeken, rechtszaken te starten tegen EU-politici, maar ook tegen Medvedev en Poetin, tegen Obama en Clinton en Cameron. Nu weet Noord-Korea ook dat Zuid-Korea een president heeft geleverd voor het internationaal strafhof. En die is weer dik bevriend met Ban Ki-moon. En Ban Ki-moon wordt in zijn functie gehouden door alle presidenten voor reden van corruptie en vriendjespolitiek. Dictator Frans Timmermans, die schreeuwt nu keihard dat Noord-Korea gestraft moet worden, maar hoe harder hij schreeuwt, hoe kwetsbaarder Nederland wordt, internationaal, de handel en de veiligheid, en hoe agressiever Noord-Korea wordt. Kijk, Nederland schreeuwt van de daken af dat ze het de internationale rechtenstad zijn, terwijl wij corrupter zijn dan menig ander Europees land. Noord-Korea die weet bijvoorbeeld wat er gebeurt tijdens zo'n conferentie als de Munich Security Conference, waar het internationaal strafhof met het mekka van de dictatoren gezellig lobbyt over wie er internationaal welke vrijheden krijgt om mensen te folteren en te doden. Ik weet niet in hoeverre Noord-Korea toegang heeft tot dergelijke conferenties. Ik weet echt niet of het de keus is van Noord-Korea zelf om dergelijke conferenties te boycotten of omdat ze min of meer het gebouw uitgetreiterd worden. Ik kan me voorstellen dat Noord-Korea denkt dat ze daar niets te zoeken hebben, want het is één pot nat. Ban Ki-moon, de president van het internationaal strafhof, dus Zuid-Korea, Rusland, China, Amerika, internationale veiligheidsdiensten, Europese veiligheidsdiensten, die komen daar samen om moordprogramma's op te zetten. En nog veel erger, de energiesector doet daar aan mee. IAEA, atoomagentschap, World Energy Organization, dat bestaat weer uit councils en dergelijke, die doen daar aan mee. Dus het komt er eigenlijk op neer dat de groep dictatoren op planeet Aarde zich steeds meer professionaliseert in hun dictatorengedrag. Dat doen ze met goedkeuring van Ban Ki-moon en Zuid-Korea en Rusland. En dat doen ze ook om die betreffende landen en personen steeds meer vrijheid te geven om allerlei smerige trucjes uit te halen. Onder andere met Korea. Het zit hem dus in dat treiterspel over en weer. Als Frans Timmermans zo doorgaat, die zie je per week agressiever worden. Omdat er natuurlijk video's zijn die Nederland per week zwakker maken, mijn video's. Ogenschijnlijk zwakker maken. Het enige wat ik doe is de verborgen shit op tafel leggen. De verborgen gaten in het politiestelsel, het rechtspraakstelsel, het OM, het rechtenonderwijs toonbaar maken, toegankelijk maken voor iedereen. Met als doel dat iedereen het gaat stoppen. Maar dat kan dictator Frans Timmermans en dat andere zootje in Den Haag niet hebben. Dus komen ze steeds vaker met veroordelingen en de VN die komt nu echt wel binnen no time bij elkaar, hè, voor die kernproef. Tja, vind ik wel een beetje een toneelstuk. Want wij hebben nog steeds de Amerikaanse kernraketten in ons land.
En we werken ook indirect mee aan allerlei andere kernactiviteiten in India en Amerika en Rusland. We staan dat allemaal toe. Dat wordt dan allemaal zogenaamd wel professioneel geregeld. Nou, dat is helemaal niet zo. Het is allemaal corruptie. Ik laat het hier. Ik hoop dat dictator Frans Timmerman deze video ziet. Dat zal ook wel hoor. Alleen ze doen net alsof ze het niet zien. Morgen ga ik iets uitleggen over het OM.